Je kater wordt erger naarmate je ouder wordt. Wat denken jullie? Is dit een feit of een fabel? Druk maar in. Ik ben wijs. Eerst doen? Ja. Het is zeker. Jullie hebben allebei gekozen. Ik ga eerst naar deze kant. Suzanne en Jorien, jullie denken dat het een fabel is. Ja. Ik dacht dat het een feit was, maar ja, Jorien kan het weten. Oh. Want? Nou. Ja. Jorien is ouder dan wat ik ben. Ja, maar hoe oud ben jij, Jorien? Ja, ik ben 8 jaar ouder, dus ja. Oké. Is het een... en jij denkt dat het een fabel is? Ja. Ja, ja. Drinken jullie überhaupt wel eens een glaasje? Ja, wel eens. Ja? Maar ook gewoon tijdens de trainingsperiode? Ja hoor, ik wel. Ik heb zelfs voor de Spelen nog gewoon mijn borreltje gehad, hoor. In het Olympisch Dorp was het helaas niet beschikbaar, maar als het kon... Helaas. Ja, het is voor mij echt een ontspanningsmomentje als ik mijn borreltje neem. Soms voor een wedstrijd of zo, s'avonds. Ja. Dus dat is gewoon een relaxmomentje. Ja, dus dat is het geheim achter die gouden races van jou. Ja, misschien wel. Dat kleine borreltje af en toe. En jullie denken dat het een feit is. Anouk en Mike... Jullie kunnen het weten. Nou, hè? Volgens mij... Auw. Nou, ja, echt. Je zegt het, maar wij zijn ervaring... Althans, laat ik voor mezelf spreken. Ja, ik ben ervaringsdeskundige. Jullie houden wel van een glaasje. Ik kan er echt minder goed tegen dan vroeger. Nou, sterker nog, we reden laatst terug naar huis... en toen lag er iemand achter in de auto te fluiten door de bus. En dat was een hoekje. Bedankt, Mike. Charmant ook. Ja. Ja. Dokter Morijntje geeft jullie het juiste antwoord. Alcohol wordt afgebroken in onze lever. Eerst wordt het omgezet tot acetaldehyde. Dat is een giftige stof waar je zo ellendig van gaat voelen. Deze stof wordt gelukkig afgebroken door enzymen in je lever tot acetaat. Naarmate we ouder worden, hebben we minder van dat afbraakenzym in ons lichaam. En daarom voel je je dus langer ellendig en moe. En daarbij komt dat dat enzym, wat verantwoordelijk is voor die afbraak van alcohol, gevoelig is voor gewenning. Dus als je meer en vaker drinkt, wordt de alcohol sneller afgebroken. Maar naarmate we ouder worden, drinken we juist minder. En daarom zijn we minder goed getraind om dat alcohol af te breken. Ook daardoor worden de katers met de jaren heftiger. Het is dus waar. De katers worden erger naarmate je ouder wordt. Ja, dat wisten jullie dus, hè? Het is dus een feit. Wat is gezond en wat juist niet? Van snotneus tot fobie. En van extra hoog tot calorie. Je ziet het allemaal in de Live Show.